Nog een paar dagen en dan zijn we alweer aangekomen in de maand mei van 2019. En dat is nou juist de maand dat de meeste van ons het vakantiegeld binnenkrijgen, zeg maar, op je bankrekening krijgen gestort. En in deze video gaan we kijken naar hoe jij jouw vakantiegeld op 5 goede manieren kunt besteden of investeren. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van het passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt en waar je meer over wilt zien, abonneer je dan op het kanaal zou ik zeggen. Maar in deze video gaan we dus kijken naar hoe jij eigenlijk je vakantiegeld kunt investeren. Ik heb hier vorig jaar ook al een video over gemaakt. Toen had ik het nog een beetje gericht op de mediamarkt die toen met de reclame kwam van beste manier om je vakantiegeld te besteden. Nou, dat is in ieder geval niet bij de mediamarkt, maar dat zijn natuurlijk andere manieren voor. En ook dit jaar dacht ik van laat ik eens opnieuw een video gaan maken. Heeft verschillende redenen. Ten eerste vertel ik het misschien op een andere manier. Ten tweede heb ik misschien andere onderwerpen erin zitten waardoor je toch nog iets extra's leert. En de belangrijkste reden is eigenlijk dat ik sinds vorig jaar misschien wel bijna 600 nieuwe abonnees op het kanaal heb. Dus dat ik met deze video weer veel nieuwe mensen kan bereiken die de informatie nog niet hebben gehoord. En deze video sluit ook een beetje aan in de serie die ik al heb gemaakt over verschillende bedragen investeren. Bijvoorbeeld beginnen met 100 euro investeren of beginnen met 1000 euro investeren. Nou, meestal is je vakantiegeld ongeveer gelijk aan een maandsalaris. En dat ze voor de meeste mensen zeg maar misschien 1500 tot 2000 of 2500 euro zijn. Dus dat is weer een nieuw bedrag en daar past deze video dan ook wel goed in, want er komen weer nieuwe mogelijkheden met dit soort bedragen. Nou, in deze video gaan we dus kijken naar 5 verschillende manieren om dus je vakantiegeld te besteden / investeren. En de eerste daarvan is investeren in jezelf. Zoals ik al vaker op dit kanaal heb genoemd, is misschien de investering in jezelf wel de beste investering die je kunt maken. En het hoeven vaak geen grote bedragen te zijn, maar het zijn wel vaak dingen die je met kleine bedragen dus kunt kopen die grote impact hebben op jou. Nou, denk bijvoorbeeld hier aan online cursussen of bijvoorbeeld boeken die je kunt kopen van biografieën van zakenmensen of mensen die rijk zijn geworden of die ideeën hebben uitgewerkt tot een enorm groot bedrijf bijvoorbeeld. Maar het kan ook dus zijn cursussen of bijscholing op bepaalde onderwerpen, dat soort dingen. Je kunt dat geld dus gebruiken om hierin te investeren, in boeken te kopen, cursussen aan te schaffen. En je kunt dan bijvoorbeeld tijdens je vakantie of in de weekenden deze boeken lezen, deze cursussen volgen, rustig over deze informatie die je bijleert nadenken en later dus ook toepassen op je leven. En op die manier kun je dus eigenlijk met kleine bedragen, want zeg maar boeken zijn 20 euro, 30 euro vaak, kun je al behoorlijk wat impact hebben op de toekomst. De tweede manier waarop je vakantiegeld goed kunt besteden is door schulden af te lossen. En dan vooral de schulden die je hebt gemaakt omdat je dingen hebt gekocht op afbetaling. Want daarbij zul je vaak zien dat dat hoge rentepercentages zijn. Dat was ook de reden dat ik vorig jaar dus die video maakte over de mediamarkt. Omdat je, ze promoten ten eerste dat je producten koopt en vaak ook nog op afbetaling. En bij de mediamarkt en trouwens bij veel winkels ligt dat percentage dat je uiteindelijk een rente betaalt wanneer je op afbetaling koopt, zeg maar tussen de 12% en 15%. Want 15% is het maximale rentebedrag wat je hier in Nederland per jaar daarvoor mag vragen. Je snapt natuurlijk wel dat op het moment dat je een tv hebt gekocht op afbetaling je 15% rente per jaar betaalt. Nou, je kunt dus dit geldbedrag wat je nu hebt, je vakantiegeld, dus goed gebruiken om die schuld af te lossen. Omdat je op die manier dus eigenlijk een rendement haalt van 15%, want je hoeft die rente niet meer te betalen. En dat is dan denk ik een van de beste besparingen die je kunt doen. Een van de hoogste rendementen die je kunt halen. Je zou ook andere dingen kunnen afbetalen of dat soort dingen. Maar in ieder geval, dat is natuurlijk ook aan te raden. Maar ten eerste zou ik beginnen met dingen die op afbetaling zijn, omdat dat de hoogste rentes zijn. Over aankopen op afbetaling gesproken, het derde punt wat ik aan zou willen raden is dat je juist nu eens iets koopt met cashgeld. Dus geld wat je nu al hebt, je vakantiegeld. En het is juist niet op afbetaling te kopen. Dus doe een grote aankoop zoals een telefoon, een tv, een nieuwe computer. En gebruik daar je vakantiegeld voor, zodat je juist dus iets niet op afbetaling hoeft te kopen. En daarmee bespaar je dan weer die 15% rente zoals we eerder al hebben besproken. Maar wat hier wel belangrijk bij is, stel je eigen de vraag van heb ik het echt nodig? Is het echt aan vernieuwing toe? Dus heb je de tv die je nu hebt, is die al goed genoeg? Is bijvoorbeeld full HD, maar je wil 4K, ik noem maar iets. Ga dan denken van via de tv krijg je misschien zenders nog niet in die resolutie. Kijk je veel films op die manier of game je. Dus ook al heb je het geld tot je beschikking, wil niet zeggen dat je dan per se iets moet upgraden of iets moet vernieuwen. Want dat is natuurlijk zonde van je geld en zou je het veel beter op een andere manier kunnen besteden. Bijvoorbeeld aan punt 4, en dat is om extra geld af te lossen op je hypotheek. Want alhoewel je minder rente betaalt op een hypotheek ten opzichte van bijvoorbeeld dus iets op afbetaling kopen, ben je vaak toch wel tussen de 2,5% en 5,5% kwijt aan je hypotheek. Dus een extra afbetaling maak je eigenlijk dus weer een rendement van
dat percentage wat jij aan rente betaalt voor je hypotheek. Ik heb daar pas geleden nog een video over gemaakt, ik zal hem hier even linken, wat de effecten zijn van €500 extra aflossen op mijn hypotheek. En ik had dan een rente van 3,19%, dus mijn rendement was 3,19%. Op die manier had ik dus weer een besparing en die zag je eigenlijk ook maandelijks terugkomen, want je bedrag wat je aan hypotheeklasten elke maand betaalt, wordt door die extra aflossing lager. Je hebt dus elke maand meer geld over, of je kunt ook zeggen, ik heb elke maand minder verplichtingen, dat is ook altijd fijn om te hebben. En op die manier kun je dus eigenlijk je vakantiegeld goed besteden, namelijk door je schulden dus minder te laten worden in het vorm van je hypotheek. Als de hypotheek een van de laatste dingen die je wil afbetalen, dat het ten eerste een groot bedrag is en ten tweede vaak kleine rentepercentages zijn ten opzichte van andere dingen. Maar het helpt dus zeker wel om hier extra op af te lossen. En voor de meeste mensen, vaak waarschijnlijk heb je een annuïteithypotheek, maar voor de meeste hypotheken geldt het vaak zo dat je eigenlijk altijd 10% van je originele hypotheekbedrag per jaar extra kunt aflossen zonder dat er kosten tegenover staan. Dus mijn hypotheek was iets van €145.000. Dat wil zeggen dat ik elk jaar €14.500 extra mag aflossen. Dat haal ik in ieder geval niet, maar je kunt altijd proberen om bijvoorbeeld elk kwartaal een paar €100 te doen, of in één keer dus je hele vakantiegeld, dat je een paar €1000 daarop extra aflost. Wil je nou precies weten wat hier de impact van is, van dat bedrag wat jij gaat investeren? Abonneer dan even op het kanaal, zou ik zeggen, want binnenkort komen we met een video waarin een Excel-bestand ga ik helemaal uitleggen, zodat je, en kun je dan ook downloaden, zodat je zelf kunt kijken bij welk percentage rente jij betaalt, welke extra afbetaling jij doet en wat dat dus voor impact heeft op jouw maandlasten. Dus wil je die video zien, abonneer dan op het kanaal, dan mis je hem in ieder geval zeker niet. En dan gaan we nu door naar het laatste punt. En het laatste punt is dat je je eigen buffer gaat uitbreiden of gaat investeren voor de toekomst. Want zoals ik al vaker aanraad, is eigenlijk altijd een buffer van zeker een maand, maar eigenlijk ook 3 maanden. Maar je zou dus je vakantiegeld kunnen gebruiken om deze buffer dus bijvoorbeeld naar 6 maanden of nog verder uit te breiden. Nou, misschien wel 12 maanden, omdat je plannen hebt voor de toekomst. Misschien wil je iets voor jezelf gaan doen, waardoor je dus eigenlijk meer geld achter de hand hebt. Nou, dan kun je dit vakantiegeld dus goed daarvoor gebruiken. Heb je al deze plannen die we nou hebben besproken niet nodig, of zijn die niet van toepassing omdat je bijvoorbeeld al extra af hebt gelost, of wil je het in ieder geval op een andere manier besteden? Nou, dan kun je dus bijvoorbeeld gebruiken om te gaan investeren. De eerste mogelijkheid die je dan hebt is om het geld apart te zetten en dat je dus wacht tot de beurs misschien een beetje weer een dipje heeft en dat je op dat moment extra geld erbij gaat storten bijvoorbeeld. Dit heb ik bij verschillende aandelen gedaan, zoals Alibaba, Facebook en Tesla, waardoor ik eigenlijk een jaar geleden vaak dingen bij heb gekocht en toen waren vaak dipjes in de beurs op die koersen na slecht nieuws zijn vaak 15 tot 20%. Nou, inmiddels zijn we dus alweer, sta ik al in de plus, dus heb ik eigenlijk al meer dan 20 of 25% rendement gemaakt in een jaar tijd. En daar had ik dat geld dus voor gebruikt, dat ik eigenlijk achter de hand had, zodat ik eigenlijk van dit soort momenten kon profiteren. Maar ben je nou echt een belegger voor de lange termijn en wil je dus zorgen dat je over 30 of 40 jaar misschien wel rendement hebt en vermogen hebt waarvan je kunt leven? Nou, investeer dan je vakantiegeld juist in een indexfonds. Ook hier heb ik het al veel eerder over gehad. Ik zal ook weer even een linkje plaatsen hier naar een video die daar uitgebreid op ingaat. Maar in principe kun je met een indexfonds dus over een hele index je geld verspreiden. Loop je niet alle risico's die je normaal hebt wanneer je een slecht aandeel zou kiezen. Dus je hebt eigenlijk de bedrijven die het goed doen, die heb je. Maar ook de bedrijven die het wat minder doen, heb je. Nou, omdat dat elkaar een beetje balanceert, zou ik zeggen, kun je zeg maar een rendement historisch gezien verwachten van 7-8% per jaar. En dat wil zeggen dat je eigenlijk elke 6 of 7 jaar je geld kunt verdubbelen op deze manier. Dus indexfondsen zijn dan vaak lage kosten, een goed rendement en best wel zekerheid, zodat je in ieder geval op lange termijn je vermogen kunt opbouwen. En ik denk dat dit wel 5 goede manieren zijn om je vakantiegeld te besteden. Vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag en laat ook onder de video weten wat je goed vond of minder goed vond. Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat die ook onder de video weten. Of kom naar onze Discord chat. Dat is een soort van chatroom. Een app op je telefoon, op je computer, noem het maar op. Inmiddels zitten al meer dan 60 mensen hierin. Waarover we dus allemaal over die onderwerpen praten zoals ik hier op het kanaal doe. Dus persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Ook als je daar vragen hebt of opmerkingen, kun je daar ook terecht. Er zijn altijd mensen die met je mee willen denken en in discussie willen gaan. Dat is altijd wel leuk in ieder geval. En als je nog geen lid bent van dit kanaal, maar je zit nog wel steeds te kijken, is het waarschijnlijk een interessante video. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's over dit soort onderwerpen. Dus abonneer je op het kanaal, zou ik zeggen. Dan mis je nooit meer een video. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.